Wat vieren we nu eigenlijk met kerstmis? Wel, kerstmis is gewoon de geboorte van Jezus Christus, die dan ja, achteraf 30 jaar later een publiek leven heeft geleid, wat eindigde met de kruisdood. Daar komt het op neer. Maar dus, het is een romantisch moment. Kerstmis. Dus de geboorte van een belangrijk figuur, dat vieren we dan. Dat is kort samengevat, zou je het zo kunnen zeggen. Ja. Maar is hij dan ook echt geboren op 25 december? Nee, daar weten we niks van. Dat is zeer onwaarschijnlijk. Maar daar zit juist de kracht in van creatieve godsdiensten, waaronder het christendom. Men heeft gewoon de oude feesten van de heidenen, van de Germanen, overgenomen. Dus die bij de zonnewende, dus wanneer terug lichter begon te worden, werd een feest georganiseerd en men heeft kerstmis op dat moment gezet. En dus een nieuwe inhoud gegeven, dus wat al bestond. Ah, dus rond deze tijd, is dat dan 2000 jaar geleden dan ongeveer, toch? Ja, minder. Hè? Dus de Germanen, ja, daar zijn we eigenlijk, die zijn eigenlijk maar echt belangrijk geworden later. Hè? Dus de christenen waren eerst in het Romeinse Rijk, dan bij de Germanen. Dus welke tijd spreken we nu ongeveer? Ja, begin 6e eeuw. En dan heeft men stilaan ook beseft dat men, als men echt wil vernieuwen, mag men tegelijk het oude niet weggooien. Dus dat is eigenlijk heel handig. Dus men viert al kerst zonder de betekenis van kerst, eigenlijk. Wat maakt het trouwens uit in welke maand Jezus geboren is? Hij weet het zelf ook niet meer, dus je kan dat heel mooi aanpassen en zo. De oude traditie verzoenen met de religieuze vernieuwing die er op dat moment was. Maar Jezus heeft wel echt bestaan. Ja, daar twijfelt zelfs Etienne Vermeers niet aan. Dus heeft wel degelijk echt bestaan. Blijkt ook uit bijvoorbeeld boeken van Flavius Josephus, een Romeins schrijver. Maar we weten natuurlijk ook bitter weinig van hem. Hij heeft wel echt bestaan. Maar bijvoorbeeld de evangelieverhalen zijn geschreven 30 jaar na de dood ongeveer van Jezus. Op een moment dat de mensen die verhalen schreven ook echt in hem geloofden. Dus van de historische feiten weten we eigenlijk weinig. En die zijn dus 30, 40 jaar later op die manier geïnterpreteerd. Dat was zoveel jaar later, pas als ze het zijn begin opschrijven. Voilà, als wij zouden spreken over de dingen die we zelfs maar 10 of 20 jaar geleden... Dat wordt alles mooier en groter. Wij romantiseren dat. Ja. Enkel in uw geval is het de werkelijkheid zelf die je zal beschrijven. Dank je wel. Maar meestal is het inderdaad geromantiseerd. Ja.